eindig is. De een gelooft in een leven na dit leven en een ander gelooft dat niet. Wat voor alle nabestaanden hetzelfde is en blijft, is de herinnering. En deze gedenkstuin staat symbool voor al die overledenen op deze begraafplaats. De vraag of ik dit wilde inrichten, nou, ik vond het geweldig. Ik vond het zo leuk, omdat we daar natuurlijk zo lang al samen mee bezig waren geweest. Nou, dit is zo'n mooi voorbeeld. Ik zal gewoon niet in het zand laten vallen. Nou, het is toch een wondermiddel, hè? Tovenarij. Ja, en nou ja, deze lag dus helemaal onder het gras en het zand en mos en zo. En dan komt er toch zoiets moois omhoog. Onderwijzer van Huis Duinen. Oh, wacht even, kijk. Ah, oh, hier, in leven... Oh, ja. Onderwijzer in Huis Duinen. Heeft... De zeevaart. Dit is een haringflat van, wordt hier afgebeeld, Koenraad Bot. En Koenraad Bot, en daar heeft Rens mij mee geholpen, volgens mij. Was een visser, een haringvisser. Maar wat zo bijzonder is, die vissers die deden heel vaak ook reddingswerk ernaast. Hij heeft dus ook veel mensen gered. Hij werkte nog onder Dordes Rijkers. Dus toch wel een bijzonder iemand. Ja, dat komt wel goed, dat komt wel goed. Trekken we met z'n allen. Twee? Ja. Ja? Nee, dat is weer getrokken worden. Halen we hem eraf. Kijk eens. Dat komt hij weer binnen.